De gemeente Zeewolde heeft een subsidieregeling in het leven geroepen voor inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties die willen overschakelen op duurzame energie. De gemeente heeft hiervoor tot eind volgend jaar €550.000 beschikbaar. Er zijn al diverse subsidieregelingen voor duurzame energie, maar Zeewolde wil daar toch een eigen regeling aan gaan toevoegen. We hebben daarom contact met wethouder Wim van der Es. Goedenavond, meneer van der Es. Goedenavond. Ja, waarom komt Zeewolde eigenlijk met een eigen regeling? Nou, omdat we duurzaamheid heel belangrijk vinden. Hè. We hebben ook een uitvoeringsprogramma duurzaamheid. En we hebben heel goed gescand van welke regelingen er al zijn. En met deze regeling vullen we iets aan voor iets wat er nog niet is. Ja, want er is eigenlijk sprake van 3 regelingen dan. Voor ondernemingen en 2 varianten voor de groep maatschappelijke organisaties, woningcorporaties, energiecorporaties en groepen van bewoners. Misschien dat we er 2 voorbeelden even kunnen uithalen. Laat ik beginnen met wat kan ik nou krijgen als ik ondernemer ben? Nou, er zit natuurlijk een hele set aan voorwaarden aan, zoals gewoonlijk bij subsidieregelingen. Maar als we het hebben over de bedragen, dan praten we over minimale bedragen van €5.000 en een maximum bedrag van €25.000. En dat geldt overigens ook voor de andere initiatieven. Maar wat belangrijk is dat we toch eisen en vinden dat vooral bedrijven, maar ook de anderen, hun eigen bijdrage moeten leveren. Dus wat wij doen als gemeente moet echt die stimulering zijn. Het laatste stukje over de drempel, zoals dat heet. Om de goede initiatieven van de grond te krijgen. Ja, dus jullie matchen eigenlijk een bedrag wat zo'n groep of zo'n onderneming allemaal al bij elkaar heeft weten te scharrelen. Exact. We zouden even twee onderwerpen of twee voorbeelden noemen. We hadden het net dus al over ondernemers. Maar als ik nou met een groep buren wat aanvraag, moet ik dan nog op iets extra's letten als particulier? Nou, het belangrijke is dat je als groep bewoners dan ook georganiseerd bent en formeel georganiseerd bent. Hè? Dat kan bijvoorbeeld in een energiecoöperatie een bepaald samenwerkingsverband zijn. Dat is wel belangrijk dat het ook een formele status heeft, die samenwerking met inwoners. Dat is wel een van de belangrijkste. En wat wij als gemeente erg belangrijk vinden is dat we inwoners bewust maken. En dat de projecten die ingediend worden, dat die ook een uitstraling hebben en afstralen op anderen. Hè, zodat dat ook weer stimuleert. Ja, dus dat zijn allemaal zaken waar we rekening mee houden in de beoordeling van de aanvraag. Ja, dus dat het ook als voorbeeld kan dienen voor andere initiatieven. €550.000 is best een fors bedrag. Moeten jullie daar nou iets anders voor laten in Zeewolde? Nee, op zichzelf niet. Want dit bedrag hadden we al gereserveerd in het energieuitvoeringsprogramma. Zoals ik net aangaf, het programma wat we al kennen. En dus wij hoeven daar op dit moment geen extra middelen voor beschikbaar te stellen. Die zijn er al. Ja, nou hoeft Nederland pas in 2050 helemaal overgestapt te zijn op duurzame energie. Heeft u nou de indruk dat Zeewolde naar belangstelling hebben om nu dan al, ja, hoeveel jaar zitten we daar wel niet vanaf, 30 jaar, om dan nu alvast te investeren in duurzame projecten? Ja, en we hebben ook al een aantal goede projecten gezien die op eigen krachten van de grond zijn gekomen. Dus dat is natuurlijk helemaal mooi. Maar die belangstelling is er. Maar hoe die, we hebben nu gezegd, dit is het budget wat we voor de komende 2 jaar daarvoor voor deze regeling beschikbaar stellen. En hoe het daadwerkelijk zal uitpakken, hè, hoe groot die belangstelling daadwerkelijk is en welke kwaliteit de projecten hebben. Ja, dat zullen we natuurlijk moeten afwachten. Dat kan ik niet helemaal inschatten nu. Zeker nu niet in deze tijd natuurlijk. We leven in een bijzondere tijd wat dat betreft. Nou, in ieder geval kunnen mensen initiatieven in gaan leveren bij de gemeente Zeewolde om te kijken of ze op een of andere manier aanspraak kunnen maken op een deel van die €550.000 voor duurzame energie. Wim van der Es, wethouder in Zeewolde, hartelijk dank.